Middelburg was in de 17e eeuw een stad met veel drukkers waar belangrijke boeken werden gepubliceerd. Het meest bijzondere boek dat de geschiedenis van Zeeland tot aan die periode beschrijft en nog steeds een belangrijke historische bron is, is de Kroniek van Zeeland. Dit is hem dan. Origineel exemplaar van de Kroniek van Zeeland van Smallegangen. Een prachtig exemplaar. Je kunt het zien vanwege de versieringen die aan de band zitten. Op de rug ook helemaal met bladgoud versierd. Het geeft dus een complete geschiedschrijving van de oorsprong van Zeeland tot zeg maar eind 1700. Versierd met allerlei prachtige gravures waarin allerlei buitenplaatsen, steden, dorpen, riviertjes, waterstromen, de Schelde en dergelijke op prachtige wijze zijn afgebeeld. Matthäus Smallegangen werd in 1624 geboren in Goes. Hij werd een bedreven historicus, vertaler en verzamelaar. Zijn kroniek is een samenvatting van en een vervolg op eerder verschenen kronieken. Maar Smallegangen verzamelde zelf ook nieuw materiaal om de geschiedenis van Zeeland te beschrijven. Een voorbeeld daarvan is de stichting van het klooster in Biezelingen. Hij heeft daar kloosterkronieken gebruikt en die later verloren gegaan zijn. Dus vandaar dat we dus nu ook onder andere weten dat het klooster in 961 gesticht is. En dat is een van de vele passages die, die Smallegangen echt ook tot een onderzoeker maakt. En een enige bron, de Kroniek van Zeeland, waaruit we dit weten. Het onderzoek voor en het schrijven van de kroniek kostte Smallegangen veel tijd en geld. Maar hij kreeg financiële steun van de overheid, de Staten van Zeeland. In 1688 was het boek klaar, maar de kroniek verscheen pas in 1696, 8 jaar later. Het duurde zo lang omdat de Staten van Zeeland een commissie in het leven riep, een commissie van reviseurs die de teksten moesten beoordelen. Dat had tot gevolg dat onwelgevallige passages in de ogen van die commissie verwijderd moesten worden. Een voorbeeld daarvan is passage over de heer Van Odijk, bastardzoon van prins Maurits. Die zat zelf in de commissie, de heer Van Odijk, vond die passage niet goed, moest eruit, persen stilleggen. Een van de voorbeelden, talloze zijn er aan te wijzen, daarom duurde het zo lang dat die kroniek verscheen. Naast veel feiten bevat de kroniek ook beschrijvingen van het leven in dorpen en steden. Zoals deze levendige passage over het scheepsvolk in de haven van Arnemuiden. Al daar dikmaal ontstonden gevechten van Spanjaards, Fransen, Nederlanders en voornemendelijk Oosterlingen. Waarover veeltijds de gehele stad in roeren stond en de burgeren haar deuren en vensters sloten, laten de vechten die vechten wilden. De kroniek werd gedrukt door de Middelburgse drukker Johannes Meertens. Zeeland en Middelburg in het bijzonder telden in die periode tientallen drukkersbedrijven en boekhandelaren. De drukkers beperkten zich niet alleen tot boeken. Tijdens de Republiek drukten zij enorme hoeveelheden pamfletten, plakaten en ordonnanties voor de Staten van Zeeland en de stedelijke overheden. Ik heb hier een paar voorbeelden van overheidspublicaties. Dit is er een aan burgemeesterschepen, vroedschappen. Middelburg. Ander voorbeeld van zo'n plakkaat is deze ordonnantie van de overheidswegen. Ordonnantie van de Weeskamer van stad Middelburg. En vind ik een hele bijzondere ordonnantie vanwege het begraven der dode lichamen binnen de stad Middelburg in Zeeland. Een vervolg op Smallegangers meesterwerk, dat wel was voorzien, is er nooit gekomen. 14 jaar na het verschijnen van de Kroniek van Zeeland overleed de schrijver in 1710. In de jaren 60 en de jaren 70 zijn er 2 herdrukken van de Kroniek verschenen. Exacte weergave van de originele Kroniek. Hetzelfde aantal kaarten, dezelfde tekst uiteraard. Dat maakte het mogelijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in Zeeland, Zeelandliefhebbers, om een exemplaar in de kast te krijgen. Want een origineel exemplaar was natuurlijk vrijwel niet te betalen. En dat is nog steeds zo. Originele exemplaren zijn nog steeds verkrijgbaar, maar zeker niet goedkoop.
Nou, hier heb ik dus de originele Kroniek van Zeeland. Het is een bijzonder exemplaar. Het is bijzonder omdat hij helemaal compleet is. Vaak zijn er prenten uitgehaald omdat mensen dat mooi vonden aan de muur. Er hangt aan zo'n kroniek een prijskaartje. Je moet denken aan 3900 euro. Matthäus Smallegangen schreef aan het eind van de 17e eeuw een monumentaal boek over de historie van Zeeland. Nog altijd is dit een belangrijke bron voor de geschiedenis van dit gebied, de Kroniek van Zeeland.